Het is dringen in alle vroegte bij het OK-complex in het Erasmus MC. Er is gratis koffie, maar er is vooral een primeur. Een supermarkt midden tussen de operatiekamers. De eerste AH to go op een OK. Dat hebben we dan toch wel mooi voor elkaar binnen het Erasmus MC. Officieel geopend. Nou, we hebben hier dagelijks ongeveer 250 tot 300 mensen rondlopen. En we werken ook 24 uur per dag door. Dus het is wel belangrijk dat we ook 24 uur per dag voorzieningen kunnen treffen voor mensen om wat te eten en wat te drinken. Een gewone Albert Heijn is het niet. Zelfs de vakkenvullers doen hun ding in operatiekleding. Want wie hier werkt, kan niet zomaar naar buiten. Even een broodje halen kan niet. En dus komt de winkel hier naartoe. Wat vinden jullie van de koffie van de Albert Heijn? Nou, die is heel erg goed, vind ik, in vergelijking met die koffie van Nescafé van hier. Maar het is ook vooral 's nachts prettig als je hier naartoe geroepen wordt voor een spoedgeval en je hebt inderdaad geen tijd om thuis wat mee te nemen. Kan je hier gedurende 24 uur per dag gewoon pakken wat je nodig hebt om dat werk te kunnen blijven doen. Weet je ook hoeveel je ervoor betaalt? 50 cent. Ja, dat vind ik heel goedkoop. Een mini-supermarkt. Bijna onzichtbaar tussen de 26 operatiekamers. En wie hier geopereerd wordt, zal maar helemaal nooit zien. Voor Albert Heijn is het vooral een kwestie van service, voor het personeel. En hoe zit het nou met mensen die beneden in de passage rondlopen die even goedkope koffie willen halen? Volgens mij mogen die hier niet naartoe, want dit is een gesloten afdeling. Die kunnen niet zomaar hier naar binnen. Helaas. Dan moet ik hopen dat ze iemand kennen hierboven. Even koffie smokkelen. Ja, even koffie smokkelen, ja, precies.